Vriendenloterij is vriend van de Core Podcast. 18 plus, speel bewust. Toen Frans Beckenbauer ooit in een helikopter boven Nederland vloog, dacht hij, geen wonder dat ze daar zo goed kunnen voetballen. Het land bestaat voornamelijk uit voetbalvelden. En dat is waar, 3000 voetbalverenigingen, 1,2 miljoen voetballers, de bakermat van talent, van talloze verhalen en vriendschappen. Nederlands cultureel erfgoed, volgens onze gast van vandaag. De slotaflevering van ons seizoen staat in het teken van het amateurvoetbal. Het fundament van onze favoriete sport. Wat is de waarde van al die verenigingen en waarom is zaterdag de mooiste dag van de week? Dat bespreken we met een van de grootste liefhebbers van het vaderlandse voetbal. Schrijver, journalist en doelman van JK4, Sjoerd Mossou. Welkom. Mooie introductie. Thanks. We zitten niet in onze vaste studio, maar bij VOC. Jij bent de grote kenner van het amateurvoetbal. Is dit een plek waar je ooit bent geweest, überhaupt? Ja, ik ben hier een paar keer geweest. Eén keer bij de business club. Ja. En meerdere keren toen mijn zoon niet moest voetballen. Want mijn zoon heeft bij Blijden opgespeeld in Rotterdam. We hebben 15 jaar gewoond. Ja. En dan moesten we uit naar VOC. En dan had je hier niet een broodje frikandel, maar een broodje pulled pork. Ja. Ja, Thomas, dan kan jij je bevestigen. Je hebt hier ook geen kantine, maar het heet die het clubhuis. Het clubhuis. Ja. En we zitten nu in het paviljoen. En je kan geen patat kopen hier meer, hè, volgens mij. Nooit. Dat is nooit geweest. En we vragen altijd Sjoerd aan mensen die niet per se een voetbalachtergrond hebben, wat voor soort speler zou het zijn? Nou weten we van jou dat je een keeper bent. Ik ben eigenlijk gewoon benieuwd, wat voor type keeper ben je? Ja, een beetje lijnkeeper wel. Ik ben niet... Wie kunnen we je vergelijken? Henk Timmer, dan denk ik, lijnkeeper. Roy Kostsmit. Geblesseerd als de play-offs komen. Een lijnkeeper, is het dan zeg maar uit nood geboren? Of is het de angst om uit je goal te komen? Ja, of ben je gewoon zwak in de lucht? Wat is een lijnkeeper? Wat ik het moeilijkste vind, want ik ben op zich groot genoeg voor hoge ballen. Hoge ballen gaat ook wel, hoor. Maar ik vind het altijd, heb ik altijd moeilijkst gevonden, ballen die net achter de verdediging vallen. Ja. Om dan de diepte in te schatten. Ja. Je ziet ook vaak bij jonge keepers dat ze daarin heel veel fouten maken. En dat vond ik altijd het moeilijkste. Ja. Dus dan had ik vaak de neiging om net, ik speel nog steeds afgelopen maandag nog uit bij Emma. Maar goed, daar had ik altijd de neiging om een beetje op mijn lijn te blijven. Okay. Het voetbalseizoen is ten einde of nagenoeg ten einde. De meeste spelers zijn al enigszins moe gestreden. Hoe is dat voor de voetbalvolger of de voetbaljournalist, ben je daar ook een beetje klaar mee aan het eind van het jaar? Ja, dat had ik wel toen ik echt een club moest volgen vroeger, weet je wel. Dan volgde je Ajax of Feyenoord en een heel seizoen en dan ga je een beetje mee in het ritme van die club. En dan ben je inderdaad, het einde van het seizoen ben je ook helemaal klaar ermee. Nu heb ik iets meer een vrije rol en dat EK komt er natuurlijk aan. Dus dan ben je wel een beetje op ingesteld dat er ook nog aankomt en dat je nog 5 weken naar Duitsland moet. Dus nee, ik ben er niet klaar mee. Maar het is wel even lekker dat er nu 2 weken ietsje minder voetballen. Het was heel verkort dat fenomeen clubwatcher. Dat ben je dus geweest in het verleden. En nu heb je meer een soort allround beschouwende rol. Welke heeft de voorkeur? Nee, ik vind dit wel leuker. Maar dat clubwatchen. Ben je wel eens geboycott eigenlijk bij een club? Het is mooi, die vriend begint over clubwatchen. Je ziet bij die vaar gelijk zo'n soort lichtje omhoog dat gaan. Vind ik zo mooi. Heb jij wel eens iemand geboycott? Heeft de club waar jij speelde wel eens iemand geboycott? Ja, zeker. Ja, bij Sparta. Alex Pastoor, die heeft meerdere keren met verschillende clubwatchers in de clinch gelegen. Die waren dan weer. Is niks voor Alex. Die waren dan weer een paar weken niet welkom of dan mochten niet meer praten. Maar als je er niet mee mag praten en iemand spreekt jou aan, wat zeg je dan? Ja, dat zei hij gewoon. Dat wist hij zelf ook. Dus hij kwam niet eens. Dat gebeurde. Maar stond er een soort poortwachter voor het kasteel die dan Dennis van Bergen de wacht toe zei. Ja, volgens mij was het Dennis van Bergen. Ik weet het niet. Dat volgens mij ook. Ja, en ik denk, hoe heet die? Jorrit van Tricht. Die is ook nog als bericht door Alex. Okay. Dan had hij wat opgeschreven wat hem niet zinde. En dan, weg ermee. Ja. Fuck de vrije pers. Het is ook net. Het is ook de vrije pers. Maar dat is jou ook overkomen. Nou ja, het is wel een soort goede basis om een beetje te ontdekken. Zeker als je wat jonger bent. Hoe die clubs een beetje functioneren. En hoe je daar als journalistiek mee om moet gaan. En dan leer je eigenlijk dat op alle niveaus. Of je nou bij een mooi bruggetje naar het amateurvoetbal. Of je dat nou bij het amateurvoetbal doet voor de regionale krant. Of je doet het bij Ajax of Feyenoord. De principes zijn ongeveer hetzelfde. We spelen ongeveer dezelfde problemen. Dezelfde dynamiek. Er is altijd één wisselspeler die loopt de zeik over de trainer. Ja. Er is altijd een aanvoerder die een beetje het geheel overziet. Ja. Dus eigenlijk is het. En die moet je eruit zien te pikken. Ja, die, in feite wel. Toch even, ik ben even heel nieuwsgierig. Wij hadden bij Sparta een paar maanden geleden gewoon een intern gesprek met de spelers. En dat was ineens de volgende dag. Was dat bekend bij de clubwatchers. Dat werd gewoon besproken. En ik was stom. Die doet een Henk de Kaart. Ik was stom verbaasd, zeg maar. Het was gewoon, er waren niet eens trainers bij. Wat zou jouw verklaring zijn? Zeg maar? Hoe is dat ergens?
als clubwatcher, hoe is dat bij die mensen terechtgekomen? Ja, je hebt altijd dat in een club en in een spelersgroep, er zijn gewoon altijd jongens die het ergens wel veilig vinden als ze een beetje rugdekking hebben van een journalist, ja, van een clubwatcher. En dat zijn vaak of jongens die een beetje onzeker zijn, of mensen in de organisatie die een beetje onzeker zijn. En die, nou ja, bescherming kopen is wat groot gezegd, maar het is wel vaak hoe het een beetje werkt. Hè? Je hebt dat ook vaak, mensen die bang zijn om ontslagen te worden, die nemen die journalisten even wat dichterbij en die geven hem af en toe wat. En dan krijgen ze het gevoel dat ze een beetje dekking hebben. De kunst is natuurlijk, ja, om als journalist een beetje een zuivere afweging te maken, ja, van wat is hier precies het belang. Ja. En op basis daarvan een beetje je verhalen te maken. Mm. Als je je blind laat lenen voor dit soort spelletjes, ben je natuurlijk ook een slechte journalist. Maar hoe gaat dat bij jullie in die kleedkamer dan? Dus de dag daarna dat ding komt naar buiten, dan zeg je het groot tegen elkaar. Boys, er zit dus iemand hierbij die... Ja, ja, we gaan... Mond voorbij. Want... Ja, dan gaan we gokken. Ja. Is dat toch? Gaan we gokken, ja. Simpel. Ja. Is het de materiaalman, ja, of is het de... Ja. Zo, ik speelde een week later, speelden wij volgens mij, ja, bij jullie toen. Ja. Dus ik liep gelijk naar die materiaalman. Ja, toen jij was het. Ja, ja. Zo mooi. Ja, die ging zich gelijk verdedigen ook. Ja, hoe heet je ook. Oké. Okay. Goed, even kijken. We hebben een rubriekje, dat gaat over voetballers op social media. Af en toe springt er wat uit. Ik wil er even eentje delen. Ik heb een flauw vermoeden wat je gaat doen. Zou een Duitser kunnen zijn? Nee, eerst van een ander. Mijn gewaardeerde teamgenoot Arno Verschuren, ex-NAC. Die deelde, hij kwam jezelf mee echt 10 jaar geleden een foto van zichzelf naast hem met een paard aan de hand, zeg maar. Met de uitstekende caption: Two things my girlfriend loves to ride on. Ja, toch? Echt goed. Mooi. Echt goed. Ja, man. Applaus voor Arno. Echt goed. Ja, en ik had eentje gewoon omdat ik het mooi vind. Ik vind dat Toni Kroos neemt afscheid van het voetbal. Er wordt dan heel veel dingen over gedeeld en zo. De speler van Real Madrid. En dan gaan altijd wat spelers dan zeggen. Legend, goat, mooi. Trots dat ik met je mocht spelen. Maar Federico Valverde, die pakte net iets anders aan. Mooi, dit is een serieuze caption. Ik ga het even een beetje samengevat vertellen. Eerst een ontroerende video. Hem en Kroos samen met een pianotje eronder. En dan zegt hij: als kind hadden we allemaal een idool. En met een beetje fantasie konden we dromen dat we voetbalden met onze idolen. Die ver weg en onaantastbaar leken. Mijn droom kwam in vervulling. Ik ben nooit gestopt dat kind te zijn dat altijd tegen je opkeek. Ik denk dat ik het je nooit heb verteld en ik weet niet of ik dat persoonlijk zou kunnen. Maar ik wil dat je weet dat ik van je hou en een deel van wie ik ben komt door jou. Dat is toch over zijn teamgenoot Toni Kroos. Vet toch? Heb je gezien dat die Kroos die post op Instagram zo'n video van joh, weet je wat, het zit erop en ik scheid ermee uit na het komende EK. Ja. En dan is natuurlijk, iedereen gaat er hartjes onder reageren. Ja. Legend Benzema, legend Cristiano Ronaldo, geweldig groot speler. Maar heb je gezien wat Lucas Vazquez had gereageerd? Nee. 4 middelvingers, fuck you. Verder niks. Dan dat de laatste aflevering van het seizoen is, even eenmalig die rubriek van Stadion Bangers nog even voorbij laten komen. Leandro Bacuna. Het was namelijk ook het afscheid van Jurgen Klopp de afgelopen tijd. En natuurlijk die James Webster of Boss Knight heeft er weer een ode van gemaakt voor de mooiste manager van de eeuw wat mij betreft. Heel veel korte tekst doen. Hij zegt: he's taking over power, he led us back to glory and he fucking hates the sun. Jurgen Klopp. Kom. He's taking over power, he's only just begun. He led us back to glory and he fucking hates the sun. He lays up over power and he only just begun. When everyone gets everything and every song. Ja, al die nummers zijn raar. Zo'n zanger moet toch iedere club hebben? Absoluut. Wij hebben deze rubriek denk ik 50 keer gedaan. En het is natuurlijk geen toeval dat 45 keer daarvan was het Liverpool. En daarvan was bijna altijd deze gast. Dat is geweldig. Goed, maar daarna kwam een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien in het voetbal. En dat moet jullie toch delen. Ja. Jurgen Klopp in Anfield Road met die pet op en die hagelwitte tanden. Heb goed gebit, hè? Ik wil zijn gebit hebben, denk ik. Ik wil het gebit van hem hebben. Je zag trouwens ook nu weer, als alles terugkwam, zag er ook een hoop beelden terugkomen van toen hij net binnen was bij Liverpool. En die tanden worden steeds een slagje witter. Ja, toen had hij gewoon nog een normaal gebit. Zoals wij het hebben. Ja. Ja. Maar ben je ook niet lang meer duren, denk ik. Nee, ik ga ook aan de bak. Maar dan...
neemt hij de microfoon ter handen, doet een praatje en dan eindigt hij dat praatje met dit. En dat is toch echt absurd. Arne Slot! La 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 la. Maar hoor je dat het publiek doorzingt, Jurgen Klopp. Ja, ja. Ja. Maar kan je het je voorstellen dat een trainer die afscheid neemt over nadenkt om een stadion bang, om de volgende trainer alvast op een podium te liften? Jij voor de nieuwe aanvoerder van Sparta alvast een bangetje gezet. Ja. Het is mooi, het is ook die echte toptrainers, de meeste althans, dat zijn ook een beetje acteurs. Hè? En dat klopt natuurlijk ergens ook. Ja. Alleen hij is zo slim. En zo sociaal vaardig ook, dat je het net niet irritant vindt. Ja. En als Mourinho dit had gedaan, hadden we dan toch een beetje... over acteurs gesproken. Maar dat is wel mooi wat Sjoerd zegt. Want ik heb samen met Michel in de trainingskamer zo'n dingetje, zo'n soort van terugkomend dingetje. Als er trainers voorbij komen op televisie of zo, die interviews geeft en die zegt weer iets waarvan we denken... Vragen we ons altijd af, geloof je hem? Ja. Geloof je hem? Ja. Weet ik niet. Dus we hebben ook met onze oude trainers gedaan. Dus dat klopt wel echt. Trainers die geloof je Klopp hier? Geloof je hem? Klopp geloof ik altijd. Ja, die geloof ik echt altijd. Ja. Nee, maar het is... Maar er zijn hoop trainers die je voor de camera ziet. Tuurlijk. Waar je denkt, ja, hier heb je over nagedacht. Tuurlijk. Maar dat geloof je helemaal niet. Ja. En Arne dan? Ja, die geloof ik ook wel. Ja? Ja. Ja, die geloof ik ook. En Van Schip bijvoorbeeld ook. Wie geloof je niet? Misschien een betere vraag. Dan ga je niks zeggen. Misschien moet je het nog mee samenwerken ooit. Een goed nieuws show is het. Ja. Dat geloven ze allemaal toevallig vandaag. Dat is de voetbalwereld. Dan gaan we het hebben over het amateurvoetbal en de kelderklasse, zo gezegd. Even een inkijkje in de andere kant, de wat minder gelikte kant, zeg maar, dan wat wij doorgaans om ons heen zien. En we beginnen zoals altijd. Wekelijks zie ik het omheen. Een quizje. Mag ik nog één quizje doen? Ja, graag. Eén feitenvraagje. Om de omvang in Nederland een beetje in beeld te brengen. Hoeveel voetbalclubs hebben we in Nederland? 3000. Je mag 100 naast zitten. Fout. Ja, dat is, moet ik mijn intro opnieuw doen. Ik dacht 2900 of zo. Ik denk 3200. 2411. Oh. Goed, Ja, dat is echt veel gefuseerd de laatste jaar. Ja, die hebben ook met de shirtjes ook veel gezien. Jaar, we spelen een klein rondje wie o wie. Wie o wie, zijn oud-prof is nu nummer 10 bij DVS in Ermelo. Dat weet ik. Stef Nijland. Uitstekend. Wie o wie is de linksbuiten van SC Kruisland? Zijn tweede klasse. Tippie. Hij schittert vooral met kerst. Romano Denneboom. Sterk, sterk. Nog eentje. Wie o wie is nu buitenspeler bij FC Engelen? Derde klasse. Leurling. Mooi. Uitstekend. Kijk, mooi. Wie o wie? De Nent. Ooit een groot talent bij Feyenoord. Nu spits van Westlandia. Ja, Atjebar. Ah. Valt me niks tegen dit. Ondertussen gestopt. Wie o wie speelde in de spits bij Halsteren? Legendarische spits van NAC en Vitesse. Pierre van Hooydonk? Nee. Amoa? Met je Amoa. Mooi. Wie o wie, afsluitje, staat er op doel bij het Brabantse Beek vooruit. Wil nog als een vrije trap scoren. Pierre? Pierre van Hooydonk, jullie treedje voor. Staat hij op doel tegenwoordig? Ja, vertelde hij bij ons laatst. Nog steeds af en toe staat hij op doel, ja. Oké. Okay. We gaan door naar een stukje clubnamen. En iets wat ik vaak tegenkom, dat zijn hele bijzondere afkortingen. Ik heb er een aantal op een rijtje gezet. De langste die ik kon vinden, Tonegido. Ja, Tonegido Haagse Bluf. Tot ons nut en genoegen is deze opgericht. Nooit van gehoord. Uit Den Haag was het. Zou goed kunnen. VV Wakker met CK. Wij als club krachtig en rap, vond ik leuk. Ik heb wat bekendere gedaan. Ik ben benieuwd... Komt dan eerst de naam en dan maken ze daar een soort afkorting van? Of hoe werkt zoiets? Ik heb geen Wij als club krachtig en... Rap. Mooi, hè? Daar begint zoiets. Maar het is bijna allemaal... Zo rond de jaren 30 werden die namen allemaal bedacht. Ja. Het is ook vaak heel oudbollig, hè? Ja, joh, er zijn de meest gekke dingen tussen. Het begon op klompen, heb je ook. Ja, dat is HBOK. Oh, die hangt er tussen. Hangt als het goed is ergens tussen hier. Weet je wat JK betekent trouwens? Nee, goeie. Jeugdig enthousiasme kan alles. Ja. Maar wat is de oorsprong? Passend. Dat is ook jaren 30 dan. Dat is ook jaren 30, ja. Ja. En toen wij op een gegeven moment... Toen waren we met JK4 de 40 overgingen... hebben we onszelf EK genoemd. Jeugdig eraf gehaald. Oké, een paar clubafkortingen voor jullie. Benieuwd naar jullie kennis. Laat die hersens kraken. Top hoor je vaak. Ja. Top Os. Bij de Pools, maar het ook. Waar staat het voor? Tot ons plezier.
Puntje voor haar. Dit is een veelscorend clubpie. TGG. Engels. Het is Engels. Ook nog. De goalgetter. Denk aan een soepelclubpie. SML. Sport maakt. En de L staat lenig. Voor lenig. Lenig. Ja. Mooi. Gudok. G-U-D-O-K. En tegengespeelde Tilburg. Clubje wat veel wortels eet. Moet ik erbij zeggen. God, heet ook, wat was het ook weer? Ik heb het laatst nog opgezocht. Goede. Nee, wortels. Zeg maar. Het is wel een mooie, ja. Goed uit de ogen kijken. Ja. Ja. Dat kan toch niet? Wat club, je waar begint dit dan ook? Goed uit de ogen kijken. Ja, en die club is ook echt heel oud. Die naam is ook al 100 jaar oud. Goed uit de ogen kijken. Ja. Kijk, club, hier moet je gaan knippen, Bart. Clubje uit het Westland waar ze moeten werken voor kankergeld. Velo. V-E-L-O. Kom maar door. Verdedig en loop. Lekker toch? Ga ik er niet uithalen, hoor. Sorry. Oké, dat was ik heb eentje nog een statistiekje opgezocht. Echt in de kelderklasse. Welke ploeg heeft op dit moment, dus met nog ongeveer één speelronde te gaan... Slechtste doelsaldo. ja, slechtste doelsaldo. Ja. Ik kon hem vinden. Het is in de tweede klasse J. 25 wedstrijden gespeeld. VV Groningen. Ja. Oké, 25 gespeeld. Hoeveel goals voor? 4. Nee, wel... 12. 16. Okay. Goals tegen in 25 wedstrijden. 160. 125. Paul. Hebben die het zwaar, hè? Die hebben het erg zwaar. Ja. Die hebben echt een goede keeper, moet je nou. Het had nog veel meer kunnen zijn, Sjoerd. Ja, dat was het, het quizje. Top. Tot ons plezier. Mooi. Dankjewel. Mooi. Ja, laten we even gewoon het belang duiden. Dat hele netwerk, Sjoerd, aan amateurverenigingen in Nederland. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Ja, het is echt uniek in de wereld gewoon. En dat lijkt een soort... dat lijkt een open deur. Of tenminste, dat lijkt een beetje popiopitaal. Maar dat is echt zo. Want ik heb in Engeland gevoetbald. Ja. Ook op heel laag niveau. Nog lager dan ik gewend was. En bij welke club was dat? Ja, dat was bij... Ik woonde toen in West-Londen. En toen heb ik me aangemeld bij een elftal. Dat was een supporterselftal van Brentford. En gewoon een vriendenteam. En die speelden gewoon in een park. Dus dan moest je zelf de doelnet ophangen met een keukentrapje. Ja. De lijnen moest je een beetje bijkalken. En een scheidsrechter moest je zelf inhuren. En die werd zwart betaald. Dan moest iedereen wat een paar pond lappen. En dan werd de scheidsrechter mee betaald. Mm-hmm. En super tof. En echt heel romantisch. Je kwam in heel de stad, in heel Londen, op de gekste plekken, in de gekste parken. En al die teams speelden in van die parken. En... zeg maar, de infrastructuur zoals we dat in Nederland kennen, dat bestaat daar bijna niet. Als je in Engeland gaat voetballen, je bent 6 jaar of zo, dan speel je tot je 12e bij dezelfde club. Dat is dan een boys club. Op je 12e moet je het weer uitzoeken. Dan moet je een andere club zien te vinden. En zo gaat dat maar door. Dus dat hele voetbal is totaal versplinterd. Dus je kunt ook morgen een club oprichten, als je dat wil. Wat op zich ook leuk is, als je met een vriendenteam bent. En je verzint een of andere toffe naam. Een afkorting of zo. Ja, een leuke afkorting. Gudok. Ja. Dan kun je gewoon inschrijven bij een competitie. En dan kun je gewoon gaan voetballen. En dat is... overigens heb je ook in Londen heb je ook een voetbalclub. Ook van 40-plussers. Die heet Boca Seniors. Maar dat soort clubs bestaan in Engeland heel veel. Omdat je richt een team op. Ja. Je verzint een clubnaam en je kunt gaan voetballen. Ja. En dat is... van de ene kant heel tof, maar is als je dat met Nederland dus vergelijkt, daar begon ik mee, sorry, dan de infrastructuur die we hebben, de vrijwilligers die er zijn, de complexen, er staan cornervlaggen, er is ranja in de rust, er is een vergoeding voor de ouders die naar de uitwedstrijden rijden. En wij zijn er allemaal aan gewend, we zijn er allemaal mee opgegroeid. Dat is echt nergens. Ja. Zelfs in Duitsland, waar ze over het algemeen de dingen redelijk op orde hebben ze dat niet zo goed voor elkaar als in Nederland. En ook in België bijvoorbeeld. Wat is de verklaring daarvoor? Ja, ik denk dat het verenigingsleven is, denk ik, in Nederland al van oudsher heel goed georganiseerd. Hè? Dat is echt een onderdeel van de maatschappij in dorpen. En dat is niet alleen bij voetbal, maar dat is ook, weet ik veel, de zangvereniging. En ja. Het verenigingsleven is gewoon echt diep geworteld in onze cultuur. En dat is gewoon dat mensen zich aansluiten bij clubjes, verenigingen, om daar een hobby gemeenschappelijk uit te voeren. Ja, heeft dat ook inderdaad met de verzuiling te maken van vroeger uit. En wij zijn toch wel, en dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen, wij zijn over het algemeen natuurlijk goed georganiseerd. Dus als er dan een vereniging is, dan wordt die club ook
of die vereniging ook netjes, dat is een netjes een bestuur en dat wordt allemaal uitgekristalliseerd. En dat is echt wat Nederland uniek maakt. En dat is ook heel tof, vind ik, aan, van mij heeft Kees Jansma het ook wel eens verteld, als je binnendoor rijdt van, nou ja, verzin maar iets, van hier naar Drenthe en je pakt alleen maar binnendoorweggetjes, dan kom je gewoon in ieder dorp kom je een voetbalclub tegen. Ja. Ieder dorp heeft bijna wel één veld of twee velden met een kantine erbij. Ja, dat is echt, qua infrastructuur is dat echt heel bijzonder, hoor. Ja. En heb je dus in Engeland, dus als je dan, dus het feit dat je zeg maar op je vijfde ergens gaat voetballen met een paar jongetjes uit je klas of uit je buurt en helemaal doorgroeit met elkaar naar het eerste elftal, en dat bestaat daar bijna niet. Bestaat bijna niet. En dat is ook een van de redenen dat je, en dat was ook wel ergens romantisch, tegenwoordig zijn die profclubs, hebben hun jeugdopleidingen veel beter georganiseerd in Engeland. Ja. Komt omdat daar heel veel geld tegenaan is gegooid door de Premier League onder andere. Dus dat is wel iets verbeterd. Maar het is heel lang ook zo geweest dat je profvoetballers had in de Premier League die tot hun 18e, 19e, 20e gewoon in een park voetballen. Omdat ze gewoon niet gescout werden. Kijk, een van de redenen volgens mij dat wij ook vrij goed zijn, gemiddeld genomen voor zo'n klein land, is ook, het is heel makkelijk scouten in Nederland. Want omdat die piramide eigenlijk perfect in elkaar zit, kun je gewoon, ook als scout, kun je naar zeg maar een amateurclub van een bepaald niveau gaan scouten. Ook in de jeugd al. Ja. Nou, dan haal je daar de beste van die filter je eruit. En dat is allemaal geen overwisseling. Het is gewoon heel moeilijk eigenlijk om een talent te missen. Dat kan bijna niet. Ja, en het wordt, zeg maar, ik kom uit Amersfoort zelf. En de betere, grotere clubs daar die scouten of verleiden al de betere spelers van kleinere clubs om daar te gaan spelen. En daar komen weer de profclubs. Waardoor het voor Utrecht weer makkelijker is om bij Kwik of zo te gaan kijken. Daar zit al een opbouw in. Ja, toch? Dat is wel. Het bekendste voorbeeld is Jamie Vardy natuurlijk. Ja. In Engeland. Maar je hebt heel veel spelers die, en dat zijn geen wereldberoemde spelers geworden, maar die gewoon in de Premier League bij pakweg Southampton hebben gespeeld. En die speelden dan tot hun 18e gewoon totaal anoniem nog bij Boca Seniors of zo. Weet je? Ja, ja. Dat en zo'n park, moet je me voorstellen, op een zonnige dag het ook zo zijn dat je gewoon niet... Ik was een vriend van mij die studeerde in Manchester en daar voetbalde hij. En dat was op zondag, denk ik. Dus daar was ik daar, ging met hem mee. En toen kwamen we in Manchester, reden we naar inderdaad een soort park of in ieder geval openbare plek toe. Daar lagen denk ik echt 20 voetbalvelden. Zou iets minder kunnen zijn, maar en daar kwam dan gewoon op zondag kwam iedereen daarheen, moest je inderdaad zelf net ophangen, zelf scheidsrechten regelen. En dan mag je niet met je badhanddoek gaan, dat wordt niet geaccepteerd. Ja, dat was daar wel echt een voetbal. Ja, okay. Ja, dat is echt, maar dat is ook te gek, hoor, want kijk, Nederland is perfect georganiseerd, maar je hebt in Londen heb je ook Hackney Marshes, dat is ook zo'n complex, precies wat jij beschrijft. En daar komt ook echt, er komen alle denkbare culturen van de wereld, zeker in zo'n stad natuurlijk, komen daar gewoon samen. Dus dan heb je een elftal met Bulgaren en dan zit er verderop speelt er een elftal met Ivorianen. Ja. Dat is waar de Sunday League vandaan komt, toch, denk ik? Ja, het is een soort WK wat iedere zondag wordt gespeeld. Ja, en dan iedere zondag en die velden liggen vlak bij elkaar. Dus dan waait de ene bal waait dan over naar het andere veld, weet je wel. Ja, is echt te gek, hoor. Mooi. En voor onze eigen... We hebben wel een tackeltje gemaakt. Ja, het zal best. En voor onze eigen ervaring in amateurvoetbal, ik moet zeg maar wel ver graven. Dat speelt zich af tussen mijn zesde en mijn tiende, elfde. Ja. Dat is voor jou ongeveer ook. Behalve de laatste jaren moet voor jou ook zo zijn geweest. Misschien wel korter. Maar ik moet zeggen, mijn eerste herinnering aan gewoon zeg maar het amateurvoetbal. Mm-hmm. Dat is zeg maar als jongen, ik woonde op 200 meter denk ik zo van het sportcomplex. En dan speelde ik bijvoorbeeld in de E1. Ja. Maar dan had ik mijn wedstrijd er nu al thuis aan. Ja. Dus dan ging je naar het sportcomplex met je grote schermers aan. Ik had dan witte keepsokken, had ik bij Edwin Zoetebier gezien. Ja. Had ik die al aan, had ik al mijn quickies, mijn voetbalschoenen had ik onder keepershandschoenen aan. En je liep gewoon rechtstreeks naar de kleedkamer. Ja, goed, hè. Zeg maar, en ik had misschien wel een tas bij, maar ik weet niet eens eigenlijk voor wat. Want voor mijn gevoel douche je wel daar. Maar dan, je had gewoon alles al aan. Ja. Dat ding. En ik weet nog dat ik was een jaar of 9 toen ik naar Feyenoord ging. En ik kwam dus ook, ik begon gelijk met een wedstrijd. Nou, dan kreeg ik allemaal spullen, noem maar op. Toen moest ik de eerste keer gaan trainen. Toen kwam ik ook, had ik al thuis zeg maar alles aangedaan. Dus mijn voetbalschoenen en zat ik bij mijn vader in de auto. Helemaal met het pak aan. En de eerste keer dat ik daar op de club kom, zeg maar, word je aangekeken van wat fuck ben jij aan het doen? Mm-hmm. Want daar is natuurlijk veel normaal. Je komt in je normale ding, je neemt je tasje mee. Wat heb je pakje aan? Dat was een lichtblauwe Feyenoord kappa. Oké, wel Feyenoord. Speelde ik in de, dus we hadden kleding gekregen. Ik speelde dan in de E3, waar ze vergeten kleding voor ons te bestellen. Dus we trainen in het tenue van het jaar daarvoor. Ja. Dus dat is voor mij wel te maken. Ja. Je zegt douchen in de, een van mijn eerste herinneringen. En ik weet dus helemaal niet of dat gebruikelijk was, of dat het gewoon één verhaaltje is. Dat de ouders, of een vader in de kleedkamer was om zijn zoontje af te drogen.
Nou, Ruud, weet ik niet helemaal. Ruud Vriends. Nee, mijn vader niet. Weet ik dus niet helemaal of dat aan dat jongetje lag. Of dat het gewoon gebruikelijk is op die leeftijd. Zeg maar. Dat je ouders. Misschien als je echt bij de jongste. Ja, ik praat wel over F1. Oké, want ik zie het zo voor me, die jongen. Dat, ik zie gewoon voor me dat zijn vader hem ging afdrogen en aankleden en weet ik veel wat. Maar ik praat toch over F4 of F1. Zeg maar. Dus jij van Kievers, bro. Fix je. Ja, fix ik weet het. Misschien deed mijn vader het ook, maar dat kan ik me niet herinneren. Maar ik zie dat beeld zo voor me. En we hadden één. Ik zat bij VVZ, daar was gewoon één materiaalman, een Molukse man met lang haar. En iedereen was dood. Bang voor die man. Dat was een beetje de terreinknecht, zoals je die hadden we ook. Hebt, zeg maar. Noes heette die bij ons. Dat zijn eigenlijk mijn jongste herinneringen. Jij, Tobi, jij hebt een hele lange periode daar gespeeld. Ja, ik heb tot mijn 18e bij de amateurs gespeeld. En toen ik nog 17 was, was vlak voor de dat... Jamie Vardy van Nederland. Ik ging om 17 naar het eerste elftal, maar daarvoor speelde ik derde klasse in de B1. Dus dat dan moet je je voorstellen. Dan heb je eredivisie, eerste divisie, tweede divisie, derde divisie, vierde divisie. Hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse, derde klasse. Ja. Er zat nog wat tussen, zeg maar. Toen was het ieder jaar het jaar van varen, denk ik. Ja, dat was echt fantastisch, ja. Maar wel pas het tweede jaar. Dat eerste jaar had je nog die dubbele lichting. Dus dat eerste jaar was altijd even aanpoten, fysiek gezien. Het tweede jaar werd het feest. Maar ja, ik leefde gewoon bijna op deze club. Want welke club is dit? VOC. Mijn broer speelde hier ook. Dus we gingen hier 's morgens heen, daar ging ik al mee. Ja. En dan was je hier op de dag. Ja. En op zondag speelde mijn vader... Ja, hier ook. En dan ging je ook mee. Ja. En dan ging hij natuurlijk na die wedstrijd nog derde helft doen. Ja. En dan liepen wij gewoon op dit terrein of vorige complex. Ik voetbal heel lang bij Jeka. Daarvoor voetbalde ik in Overijssel. Want mijn vader moest toen voor zijn werk in Overijssel zijn. Ik ben wel in Breda geboren. Maar toen heb ik ook nog even tegen Arne Slot gespeeld bij Bergentijn. Hoogtepunt uit mijn carrière. Maar wat ik heel goed weet, is dat ik had ook al, net als jullie natuurlijk, de droom om profvoetballer te worden. Ja. Dus ik dacht ook echt dat ik het wel kon worden. En toen werd ik rond mijn 14e, 15e week een paar keer gescout door NAC en RBC en zo. En toen dan ging ik op stage. En bij RBC was toen nog profclub. Maaskant was volgens mij zelfs. Ik denk dat hij toen net begon als hoofdtrainer. En toen mocht daar iedere week komen trainen. En dan zouden ze kijken of ik het jaar erop mocht komen. En droom die uitkomt, hè, voor je gevoel. Nu ga ik het doen. Dus ik daar trainen iedere week. En... ja, het ging net. Ik liep op mijn tenen, maar ik kon net mee, zeg maar, voor mijn gevoel. En toen hadden we aan het eind van die periode een gesprek met zeg maar de hoofdjeugdopleiding was dat. En ik kon blijven. Dus hij zei, volgend seizoen kan je in de B1 komen. Nou, de eerste reactie is natuurlijk van, geweldig. Die ga ik voor. En toen, ik had 1 of 2 dagen bedenktijd. En ik zat erover na te denken en ik lag in mijn bed. En nog een keer malen, en nog een keer malen. En uiteindelijk zeg ik tegen mijn vader, ik doe het niet. En hij zegt, jongen, dat is helemaal goed. Dat moet je niet doen. Ja. En toen kwam ik er eigenlijk in een paar dagen tijd achter. Want ik heb het toen ook niet gedaan. Mm. Ik voelde daarna alleen maar opluchting. Totale opluchting. En waar zat dat erin? Het was gewoon, dat kunnen jullie niet voorstellen, maar het was gewoon niks voor mij. Gewoon... het op je tenen lopen, het moeten presteren, net wel, net niet aanhaken. Ja. En ik dacht altijd dat zeg maar het mooiste was wat er was. Dus de grote droom. En vanaf het moment dat ik besloot om het niet te doen, voelde ik alleen maar opluchting. En ik heb echt tot de dag van vandaag nooit 1 seconde spijt van gehad. Mooi. Ja. Omdat dat hele amateurvoetbal en ik was ook 15, weet je wel, dan ga je een beetje de andere dingen in het leven belangrijk vinden. Ik ben altijd met vrienden blijven voetballen. Kan ook in het profvoetballen, hoor, die andere dingen belangrijk. Weet ik. Maar dat had het voor mij niet. Ik weet waar je het over hebt, Sjoerd. Ja, dan had ik het zeker niet gered. Maar ik had het uiteindelijk ook niet gered, hè. Dat had duidelijk zijn. Maar ik ben gewoon een amateurvoetballer. Ja, ja, ja. Altijd gebleven. Ja. En dat vind ik ook eigenlijk wel prima. Ja. Het voelt een beetje als VI nu. Ja, ja, klopt. We hebben voor het eerst ons leven een bar erbij. Ik wil toch even zeggen, Nemelaar 7 aan de bar zit uit Haren. Ik wil het adres even bijpakken. Sportlaantje 1A in Haren. Dat klopt, hè? Ja. Hoe goed wil je het hebben? Sportlaantje 1A in Haren. Vertel, Mark. Ja, dit zijn natuurlijk... we hebben speciale gasten. Dit zijn... niet zomaar een aantal mannen. Dit zijn mannen die de wedstrijd van hun leven gaan spelen. Ze hebben de actie van ESPN en de Vriendenloterij gewonnen. De wedstrijd van je leven. Ja. Waarin ze, even maar kort samengevat... daarin krijgt een amateurclub 1 ploeg. Die krijgt 1 keer zeg maar de fully prof experience. Ja. Dus die gaan tegen FC de Rebellen spelen. Zit allemaal oud-profs in. Ik noem Royston Drenthe, Joey van den Berg.
Glenn Helder. Ja. Glenn Helder. En Hans Kraaij is erbij. Koert Westerman is erbij. Ik word alweer helemaal nerveus eigenlijk. Mm. Als ik het zo een beetje aan het uitspreken ben. Zitten jullie ook in die commercial of niet? Ja. Wie, is het die gozer die die sokken kapot knipt? Zit die toevallig tussen? Ja, ben jij? Ja. Ja. Ah, vind ik wel echt schitterend. Oké, dat is reden, want ik heb geen idee. Ja, ze hebben zo'n commercial voor die wedstrijd. Ja. En daarin filmen ze de rituelen van de spelers van Nemelaar 7. Er zit een sokkenknipper bij. Ja, er zit een sokkenknipper bij, omdat hij dat in de Champions League... Ja, ja, ja. Met je kuiten meer, met je kuiten meer ruimte. Duurde maar 3 kwartier. Ja, die opnames, ja. Met links. Ja, ja, ja. Ja, is echt goed opgenomen. En de trainer die nog met een kruisje nog iets staat te doen. Echt een mooie commercial. Mooi, man. Je weet om wie Nemelaar zo wereldberoemd is geworden. Dat weten jullie. Ik heb het laatst bij ESPN ook al een keer aangehaald. Maar ja, ik heb hem denk ik wel eens achter de goal gehad bij Jong PSV. Ja, ik heb hem ook wel eens achter de goal gehad. Toetrian. Jazeker. Hoe is het met de spanning, mannen? Begint het al een beetje te komen? Nou, spanning voor de wedstrijd voor vrijdag eigenlijk tegen de Rebellen. Die valt op dit moment nog mee. Wij spelen namelijk aanstaande zondag onze kampioenswedstrijd. Dus eigenlijk alle focus ligt op die wedstrijd. En jullie kijken ook echt nog niet over die wedstrijd heen, zeg maar. Nee. Het is eerst focus op dit weekend. Wedstrijd voor wedstrijd. Ja, precies. En je merkt gewoon, de spanning zit toch echt eerst bij zondag. Want we willen echt kampioen worden met z'n allen. Ja. En die vrijdag natuurlijk met de Rebellen, dat is gewoon één groot feest. En daar heb ik vooral heel veel zin in. En ik denk iedereen ook wel. Ja. En dat qua spanning is dat misschien iets minder... aan de orde. Het is natuurlijk een super grote happening. Dus ja, fantastisch wat er gaat gebeuren. Komen, denk ik. Jullie gaan net als PSV na het kampioenschap naar Ibiza en dan Ushuaia VIP en dat soort shit. En dan brak aankomen vrijdag. Weinig tijd voor Ibiza op dit moment. Oh ja, focus op de next match. Ja, en wat er geregeld moet worden voor volgende week. Ja, ja, nee, om jullie een klein beetje te helpen. Jullie spelen tegen de Rebellen. Volgens mij wordt die wedstrijd vrijwel altijd redelijk makkelijk gewonnen door de Rebellen. Dus ik hoop dat jullie daar verandering in gaan. Dus ik ben een beetje in die selectie gedoken. En ik zag 3 spelers waarvan ik dacht, nou, daar kunnen we wat mee. De eerste is Pascal Bosgaard. Die doet volgens mij mee. Nou, dan heb ik met Sparta ooit een keer tegen Heijnenoord gespeeld toen hij daar speelde. En toen kreeg hij het aan de stok met Zakaria El Azouzi, omdat hij niet wist wie hij was. El Azouzi wist niet wie Bosgaard was. Dus toen gingen de termen heen en weer vanuit El Azouzi. Van ja, morgen weer werken pikken, weet je wel. En waar Pascal Bosgaard boos werd. Hey, weet je wel wie ik ben? Ja, dus die valt. Moet hem Theo Jansen noemen. Hè? Ja, bijvoorbeeld. Of tip, gewoon, tip 1 is gewoon tegen Pascal Bosgaard morgen lekker werken. Gewoon zeggen, waarom zitten hier 10 profvoetballers en wat doe jij hier eigenlijk? zoiets zou ik proberen. Ja, tweede is, die is ook goed bekend, Royston Drenthe. Nou, ja. Daar zou ik in principe bang voor zijn, want dat is een van de beste spelers waarmee ik ooit op trainingsveld heb gestaan. Maak je borst maar nat, Nemelaar. Wat ik weet van hem is dat hij vrij makkelijk af te leiden is. Met van alles en nog wat. Pokertafeltje. Wat ja, pokertafeltje. mooie vrouw. Dus zet een lekker wijf langs de lijn. Is eigenlijk een beetje precies. Je moet alleen oppassen voor zijn bodyguard. Ik hoop niet dat hij die niet bij zich heeft. Ja. En de derde is Danny Koevermans. Die zit er ook bij volgens mij. Ja, die is in principe meer... hoort hij meer bij jullie dan bij de Rebellen. Dus die zou ik voor de wedstrijd gewoon... gewoon een paar biertjes geven. Ja. En zorgen dat hij bij jullie speelt. Dan is die koest. Hey. Ja, gewoon even, Danny, dit zijn helemaal niet jouw vrienden. En wij wel. Bart, ik heb jou heel het jaar voor de camera zien staan. Ja. Jij bent toch, je begint wel een beetje de knuffelbeer te worden van voetballiefhebbend Nederland. Ik hoor wat je zegt. Een van deze mannen voor de camera moet verschijnen. Ja. Hoe komen ze met een Bart Vriends imago weg bij Hans Kraaij? Wie doet de interviews? Oh, Hans Kraaij doet het. Ja. En dan denk ik aan Nicky Terpstra, die wielrenner. Die forceert er heel stiekem, doet hij als heel zijn carrière songteksten van liedjes in. Of titels van liedjes. Geeft hij antwoord en dan zegt hij, als je wint, heb je vrienden, rij je dik. Nee. Huh? Ja. Hij deed couplet. Oké, dus, zit ik er weer naast. Ja. Okay. Ik dacht verdomd, ik win. En, nog mooier. Ja. Nog mooier. Ik heb, vanmiddag zag ik, als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dacht ik, had ik maar een tijdmachine. Ja, toch? Ik zou... Of voor de overdrive gaan, of toch even een paar songteksten doorheen fietsen. Klein tipje van mijn kant. In principe lijkt hetgeen wat jullie gaan doen best wel wat ik ook heb gedaan. Dus niet heel veel wedstrijden spelen. En dan, als je dan een keer een wedstrijd mag spelen, dan is die direct op televisie en live. Staat er een beetje druk op. Mocht het nou gebeuren dat je een gigantische ketsen maakt, is mij ook overkomen. Dan heb ik 1 tip en dat is gewoon de pokerface. Blijf gewoon stoïcijns voor je uitstaren. Ik heb zelf toch wel... Ik heb er een beetje tussen geschipperd. Ik heb denk ik een ketsje of 4-5 gemaakt in die 23 wedstrijden. Dat is op zich aardig gemiddelde. En ik heb 1 keer heb ik me toch
mijn emotie in de vrije loop gelaten, ben ik op het veld gaan slaan. En als je dat dan, op dat moment lijkt het op te luchten, maar als je dan de samenvatting zit terug te kijken en je ziet hem in de regen van je borst afketsen en je ziet vervolgens die, ja, die vuist op de grond gaan, joh, je schaamt je oog uit je kop. Dus mocht wat er ook gebeurt, ja, als je een panna krijgt, als je met je eigen doel schiet, als de keeper hem loslaat, pokerface. Blijf stoïcijns. Blijf goede tip. Ja. Hele goede tip. Zijn er nog dringende vragen van jullie kant? Nou ja, je had het net over die panna. Dan ben ik wel benieuwd. Hè. Stel, je gaat dadelijk echt 4-0 eraf en je hebt niks meer te zoeken. En je gaat zelf voor die panna. Heb je dan, ga je dan met een blauwe oog het veld af of valt er wel mee? Tegen Pascal Bos ga ik wel, denk ik. Roya kan hem wel hebben. Ja, er lopen er een paar bij die niet... Die Joey van den Berg gaat hem niet, gaat hem niet accepteren van je. Nee, nee. Maar het is wel, als je toch dan nog viraal wil gaan, is dat misschien Joey van den Berg een akkertje geven. Dan, Maar heb je wel, wat heb je in huis? Voor welke zou je gaan? Ja, ik heb eigenlijk heel veel. Toen ik 10 was, ging ik al filmpjes van Ronaldinho kijken. En ook gaan we de Toezani van huis. Al die pannen moves, die kan ik wel. Ik gebruik ze meestal niet in de wedstrijd. Okay. Maar stel dat je er het finale afgaat, zou het leuk kunnen zijn. Oud-profs kunnen slecht relativeren. Dus daar moet je echt voor oppassen, inderdaad. Ja. Dat heb ik ook regelmatig meegemaakt. Mijn broer is in een oefenwedstrijd tegen Excelsior thuis een keer neergeslagen door Siemen Zijn. Je luistert overigens ook naar de podcast. Ik weet het nog zo. MBV 27, Excelsior van Sluis, wedstrijd tijdelijk gestaakt. Slaande wegen zien we zijn op Jelle de Fokker. Geweldig. Oké, 31 mei. Iedereen gaat er naar kijken. De wedstrijd van je leven. Top. Nemelaar 7 tegen de Rebellen. Yes. Succes, mannen. Hey, en die zaterdag, dat is een schitterende uitspraak. Dat komt van All-Stars, toch? Of heeft iemand anders dat eerder genoemd? Zaterdag, de mooiste dag van de week. Jij speelt ook op zaterdag, denk ik? Of mag ik zondag? Oké, zondag, sorry. Ja, in het zuiden heb je nog wel redelijk wat zondag voetbal. Ja. Ja. En wat, hoe ziet die zondag er zo'n beetje uit? Een wedstrijddag, om even te schetsen. Kijk, ik ben nu wat ouder. Ik kan ook niet altijd meer. Ik heb dit seizoen veel te weinig gespeeld. Maar wat ik altijd het mooiste vond, wij speelden vroeger in het eerste. En op een gegeven moment zijn we een vriendenteam opgericht en op gaan richten. En dan speel je al jaren met elkaar. Wat echt het allermooiste wat ik altijd vond, was liefst bij een uitwedstrijd. Mooi complex. Liefst ergens diep in Zeeuws-Vlaanderen, weet je wel. Er was in Westdorpen gespeeld, speelde echt langs het kanaal. Dus dan zag je de boten vanuit van Gent naar Terneuzen, zag je langs varen. En dan sta je op doel. Ja, dat vind ik echt geweldig. Daar zit naar te kijken ook. Ja, daar sta ik echt naar te kijken, ja. Dat doe ik altijd. We speelden zondag nog bij Emma in Dordrecht. Ja. Dan heb je zo'n atletiek veld met zo'n hele oude tribune uit 1900. Ja, dat is bij de Kromendijk om de hoek, volgens mij. Ja, je ziet de lichtmast van de Kromendijk in de verte. En de trein komt ook nog langs. Ja, daar ben ik helemaal gelukkig. Geen bal gepakt, maar wel mooi gekregen. Dat was de neiging om dan een fotootje te maken. Heb je je telefoon eigenlijk naast de paal liggen? Dan kijken hoe te doen, ja. Maar dat vind ik echt serieus een van de allermooiste dingen. Ja. En dan gingen ook altijd de kinderen mee. Dus dan lopen er... Weet ik veel, zijn wij aan het voetballen. Ja. En dan lopen er 10 kinderen rond. En dan staat er een kinderwagen in de dugout. Want er eentje is dan nog te klein. En die speler moet dan spelen. Dus dan is één wisselspeler oppas. Ja, dat vind ik helemaal geweldig. En dan geef je je zoontje of je dochter geef je een paar euro om een zakzak te halen. Ja. En heel die entourage, dat vond ik het echt het allermooiste. Ja, dat snap ik. Maar hoe lang van tevoren verzamelen jullie? Dat ben ik daar wel benieuwd. Nee, wij verzamelen... We hebben wel strakke regels altijd gehad. Nu is het iets minder streng. Maar echt op tijd komen. Dus als je 1 seconde te laat kwam, dan werd op een gegeven moment ook een gimmick. Dan zit je ook op de bank. Ja. Dus, thuiswedstrijden, 1 uur voor de wedstrijd. Uitwedstrijden, 1 uur en 1 kwartier volgens mij. Dat vind ik nog best lang. Ja, maar dat hoort ook wel gewoon bij het sociale ervan. Het eerste 1/2 uur zit je alleen maar te lullen. En het gaat er niet om dat je 1 uur voor de wedstrijd iets moet doen of zo. Maar meer dat je gewoon met elkaar bent. Denk je nou over wat je ontbijt voor een wedstrijd? Nee joh. Zorg dat je schoenen schoon zijn? Nee. Wedstrijd bespreking? Allemaal, nee. Visualiseren van de tegenstander? Tegenstander analyse? Nee joh, allemaal helemaal niet. Nee, motivatiespeechen? Vroeger wel natuurlijk. Als come on, JK. Een beetje roepen of dat je naar buiten gaat. Nee, gek. Nee, maar als je heel jong bent, dan neem je dat soort dingen allemaal nog wel serieus. Maar op een gegeven moment gaat het er helemaal vanaf. En juist als je dan jongens hebt die dat wel serieus nemen, die worden natuurlijk alleen maar in de zeik genomen. Maar zitten die erbij nog? Ja. We hebben een rechtsback die eet, die moeten we tegen, weet ik veel, bal op het dak 5. En dan neemt hij 's ochtends een pasta. Dat is totaal absurd. Ja, dan moet iedereen al heel erg om lachen. Ja. Maar er is, dat fascineert me wel altijd. Er is...
een punt waar die twee dingen elkaar gaan snijden, zeg maar. Totale recreatie en het toch nog best wel serieus nemen. Maarten, dat is op mijn niveau, man. Verder onder. Nee, maar ook, kijk, je hebt dus bij ons, je ziet echt een verschil tussen jongens die bij de post vandaan komen. Ja, ja. En jongens die zich, zeg maar, vanuit het amateurvoetbal omhoog hebben gewerkt. Ja. Maar bij de tweede groep, het, zeg maar, ziet van, ik speel nu bijvoorbeeld in de derde divisie, ik heb kans om in de tweede divisie te gaan spelen. Ja. Dit is gewoon... We hebben een jongen die komt echt uit de vierde klasse de afgelopen jaren. Ja. En die zegt letterlijk, ik leef mijn droom. Ik verdien een beetje geld met het voetballen. Ik ga misschien straks in de tweede divisie spelen. Ik vind het fantastisch. Ja. Maar er zijn ook jongens die hebben bij de pof gespeeld. En die zien het meer van, ik ben gewoon nog lekker... Ik verdien wat centjes en ik ben nog lekker aan het ballen een paar jaar. Ja. Dus daar zie je ook wel verschil. Ja, bij ons ook jongens. Wat Sjoerd zegt, klopt. Wij krijgen ook zo'n lunchpakketje in de bus. En ik ben altijd mars aan het verzamelen. Dus ik vind dat lekker. Okay. Ik ben zoveel mogelijk mars aan het eten. Mm. Maar we hebben ook een jongen die zit dan met... Die heeft elke week een soort van... Of zijn pannenkoekjes of zijn nasi. Okay, en dat zit hij dan te scheppen. Ja, ja. Dus daar zit bij ons hier ook wel een bij jullie is nog wel echt goed georganiseerd en professioneel. Maar ja, het is bloedserieus. Je bij derde, vierde klassen heb je soms ook trainers die denken dat ze de nieuwe... Ja, dat zat in die serie. Geweldige. Ze hebben gezien, wat weet je dat ook weer? De voetbaltrainer. De voetbaltrainer, ja. Daar zit dat ook heel duidelijk in. Maar ik snap het ook goed. Want voetbal is... zeg maar, ook geen reet aan als niemand het serieus neemt. Nee. Tenzij je het totaal ziet als een sociaal uitje op zondag of zo. Maar het moet wel ergens ook een beetje prestige zitten. En het gewoon het complex, het sportpark, zo'n kantine. Wij zitten dit jaar in de competitie bij SV Meersen. Ja. Kevin Hofland is daar trainer geworden. Dat is waar is van helemaal Marwijk ook vandaan. In Limburg. Ja, is helemaal echt fucking ver in Limburg. Maar daar had je dus... We kwamen aan met de bus, maar dat de bus zeg maar niet weet waar die moet parkeren. Dus je rijdt op een gegeven moment denk ik 20 minuten rond door een soort woonwijk en je schept. Zit met z'n allen moet je soort van gaan coachen of die geen spiegels van auto's gaat scheppen. Ja, ja, ja. Omdat het te krap is. Op een gegeven moment maar die bus neergezet en dan moesten we over een soort bospaadje. En dan ging je nog over een beekje. Het was echt alsof je in een soort natuurgebied was. Ja. En dan kwamen we dus op op een complex waar dan één best wel moderne kantine stond met een mooi terras. En dan gewoon één goed grasveld helemaal zeg maar verder helemaal stil in de bossen. In zo'n zomeravond. Fantastisch. Mooi, mooi. Echt mooi. Tof. En zo'n kantine, Sjoerd, hoe moet dat er een beetje uitzien? Ja, ik vind echt zo'n oldschool kantine wel het allerleukste. Dat echt nog zo'n... Ken je nog die letterborden met die witte letters, weet je wel? Die je bij de Chinezen ook hebt. Oh. Waar dan de snacks op staan. Dus bitterballen. Ik las een artikel over jou. Schuifletters, weet je wel? Ja, zo'n zwart bord met witte letters. Ik las een artikel over jou, daar had je het over. Toen moest ik kaart lachen over dat er dan boven de... Dat je zo'n bruine oude barp en dat er dan zo'n oud ballennetje... ballen in een netje, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat vind ik ook zo classic. En wat ik ook echt belangrijk vind in kantine, is heel flauw, maar een snackloket. Oké, zo moet het heten ook. Ja, zo'n snackloket, zo'n raampje. Ja. Waar en dat meurt dan enorm naar al die vettigheid. Er staat dan een vrijwilliger. Frikandellen te bakken. Dat vind ik ook altijd goed. Ja. En je hebt heel veel van dat soort typische kantine dingen. Maar ik moet ook zeggen, je hebt ook tegenwoordig natuurlijk heel veel van die moderne, mooie, gelikte kantines. Zoals hier bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die liggen dan wat hoger. Ja. Ja, dat, en dan kijk je uit over die velden. Vind ik ook met een tribune eraan vast. Ja. Ook mooi hoor. Ja. En ik vind... Sowieso met al die complexen. Gewoon dat er zoveel verschillen zijn, weet je wel. Dat je in gehuchten komt, in de bossen, dorpskerkjes in de verte. Ja, daar maak je me helemaal gelukkig mee. Dat vind ik gewoon geweldig. En dan dan kom je ook weer bij een club juist echt in de stad. Hè. We moesten ook vaak in Dordrecht spelen. Dat was een heel andere wereld. En dat vind ik tof, die verschillen. Die, en spelers ook, andere selecties waarschijnlijk. Heel anders. In Dordrecht speelden we, dat je SSW, dat was een beetje beruchte club uit Crispijn. Volgens mij bestaat dat nog steeds. En die speelde ook heel toepasselijk in van die zwart-wit horizontale. Alsof ze zo met zo'n kegel aan hun benen het veld opwaren. Ja. Nog heel even een beeld van de kleedkamer hebben. Heb je bijvoorbeeld, ik schat in dat het krap is. Heb je een vaste plek daar? Heb iedereen een vaste plek? Nee, om eerlijk te zijn ben ik daar ook mee gestopt. Dat is ook iets wat je als je jong bent heel, heel belangrijk vindt. Ja. En op een gegeven moment dan gaat dat er een beetje uit. Ja. Dus ik ben niet zo bijgelovig. En douchen wel met elkaar of is het thuis douchen? Wij zijn nog oldschool van douchen. Maar hoeveel douches hebben jullie? Dat verschilt heel erg per club. Maar wij hebben nog wel een redelijk mooi complex met 5-6 douches. En doen met of zonder onderbroek? Ja. Nee, zonder. Ja. Maar dat is steeds zeldzamer, toch? En als de linksback dan zijn onderbroekje aanhoudt, dan krijg je maar het wel te horen. Dat is gewoon, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Okay. Bij ons doucht iedereen zonder onderbroek, maar dat is waarschijnlijk omdat we boven de 40 zijn. En daaronder schijnt het allemaal wat ingewikkelder te zijn tegenwoordig. En bij mijn zoon douchen ze ook met grote moeite net met een onderbroek aan. Maar die cultuur is er helemaal uitgegaan. Ja. En dat is...
Ja, misschien. Ja, zo moet je ook niet al te dramatisch over doen. Maar ik vond het wel altijd wel mooi. Ik vond het wel onderdeel. Maar dat was toch ook bij de kleedkamer? Ja, zeker. Maar daar ben ik zelfs zo hard voor gestreden. De Blote Lullenclub. Dus, hoe groot is die club? Ja, waar met z'n vijf, Sander Fischer of zo. Vijf man. Ja, wij zitten ook Tobias Kleiberg. Maar Fokker zat er niet in. Nee. Maar jullie zijn 10 jaar jong of zo, denk ik. Maar is het helemaal weg? Ja, het is... Maar bijvoorbeeld bij mij ook bij Stedoco is het... Laten we zeggen, van de 20 man misschien 6 of zo zonder? Zo. 7? Nee, 5 van de 20. Ja. Oké. Okay. Vriendje zonder? Ja. Blote lullenclub. Maar is die? Ook niet altijd zo geweest, hoor. Nee, ik ben de jeugd van Utrecht een periode lang niet. Ik moet zeggen, bij ons, de doucheruimte bij Sedoco, dat voelt wel echt als de kelderklasse, man. Wij hebben dan 4 douches. Dat als je er 1 aan doet, dan is de straat nog oké. Maar als er 4 zijn, dan wordt het meer een soort van druppelachtig. Ja. En er is een heel groot... Het complex is niet geïsoleerd. Dus in de winter is het tering koud. En dan het water is ook niet echt warm. Ja. Dus je komt dan al best wel snel dat je staat te douchen. En dat je denkt van oké, het is niet heel comfortabel wat ik nu sta te doen. Maar als ik uit de douche ga, ik moet naar mijn plek, dan wordt het nog veel kouder. Ja, het is bij amateurs ook altijd uitvogelen hoe die douches van de tegenstander nou precies werken. Want soms inderdaad, wordt de straal zachter als er meer douches aangaan. Soms, als je in je eentje staat te douchen, is die koud. Zijn ze allemaal aan, is die warm. Ja. Soms andersom. Wat denk je van die douche waar je zo heel lang met je hand voor staat? Ja. En dan gaat dat blauwe lampje gaat wel branden, maar het water komt niet. Hoe is dat bij Sparta? Hoe is het douche ook bij jullie? We hebben schitterende... Ik kan het wel even delen. We hebben sinds een nieuw complex gewoon echt zo'n ovale kleedkamer met zo'n grote bak in het midden. Heb je ook zo'n... Staat er zo'n term boven? Nee, dat niet, maar wel een naambordje. Een groot logo van Sparta op de grond. Het is echt schitterend. Een soort wellness centrum. Nee. Misschien komen die nog. Hardware beats talent. Maar wat is het? Een regendouche en zo'n spuitdouche ernaast. En zo'n witte of zo'n houten bak met koud water waar je zich onder kan kieperen. Ja, en 3 lichtbaden en een sauna. Maar dat is echt net nieuw. Dus het is echt wat is Bart Vriends doucheroutine na het trainen? Ik maak mijn schoenen schoon. Ja. Doet hij nog zelf, hè? Was mijn haartjes. En dan ga ik, soms is het sauna dag, ga ik met Olij en Clement gaan we even, is sauna dag, vandaag gaan we met z'n drieën zomaar 3 kwartier in de sauna. Wat voor sauna zitten ben jij? Is het handdoekje eroverheen of ben je zo eentje bij het beentje lekker laten hangen? Wel handdoekje eroverheen. Ja, okay. Jij? Ja. Laat hem gewoon hangen. Ja, natuurlijk. Ja. Even gelijk. Natuurlijk, lekker opwarmen. Ja. En tot slot even het schoonmaken van de kleedkamer. Is dat de laatste? Is dat vroeger, laat ik het zo zeggen, in de jeugd van Utrecht moest er nog, dat de laatste moest schoonmaken. Laatste en was de laatste, zeg maar, als er nog 4 over waren, gingen 2 van de 4 heel hard rennen en sprinten, tot het nog maar 2 over waren. Maar dat je dan soms... En dan met blote bas naar buiten, zodat je in ieder geval niet de laatste en was. En dat je soms klem zat in de deur. Ja, en nu is daar geen sprake meer van, maar hoe is dat bij jullie bijvoorbeeld geregeld? Nou, inderdaad de laatste. Ja, okay. We hoeven niet heel de kleedkamer schoon te maken, maar je wil het dan natuurlijk een beetje fatsoenlijk achterlaten. Dus het gaat vooral om het meenemen van de tenues. We hebben zo'n grote tas met al die shirts erin. En dat is het vooral. Je moet die spullen allemaal meezeulen uit de kleedkamer. Dus en de coolbox met bier moet meegenomen worden. Ja. Die wordt vaak niet vergeten. Die wordt meestal niet vergeten. Ja, trouwens, ook dat hebben wij ook. Hè? Dat, iedereen moet iedere week zorgen dat die... Om de beurt moet je zorgen dat de biertas gevuld is. Ja, oké. Okay. Dus een soort bierdienst. Ja. Dus, en dat betekent gewoon even naar de Albert Heijn of de Jumbo rijden. Ja, moet je twee kratjes halen, zorgen dat het koud ligt. Dus dat is thuis dan een beetje improviseren. Ja. Want dan moet de vrouwlief moet dan even de koelkast een beetje... De yoghurt moet even naar boven. Ja. De groenten moeten eruit. Dus dat vraagt wat van het thuisfront. Maar dan... Want je kunt niet met een lauw bier aankomen, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat snap ik. Dan zit je op de bank. Ja, je wissel. Heel even naar Sjoerd, want jij bent de verzamelaar van shirts. En je hebt er een paar meegenomen die echt waanzinnig mooi zijn. Kan je heel even kort delen waar we mee te maken hebben? Ja, jullie vroegen om een paar mooie mee te nemen. Ja, dit is Napoli Maradona tijd. Kun je hem even laten zien in de camera? Dit is de wintereditie. Ze hadden een zomer en een wintereditie. En die wintereditie, dat is echt van een dikke soort wollige stof. En die nummers, die herken je ook, de originele althans, aan die kartelpatroon. Ja, ik vind de kleur geweldig. Ja. Ik vind eigenlijk alles goed eraan. De Mars is er een soort van opgeverfd, wat heel tof is. En ik heb hier ook nog eentje, die ook wel lachen. Het is een zomereditie. Dit is een zomereditie, ja, maar deze is van Carreca geweest, met nummer 9. Ja. En hier staat natuurlijk Mars een soort van overheen gestreken. En dat kwam omdat ze toen een nieuwe sponsor kregen, dat was dus Mars. En het seizoen daarvoor hadden ze nog Buitoni. Dus hier zie je aan de binnenkant. Ze hebben het Mars er gewoon overheen gerust. Ja. Zo ging dat in elkaar. Ja. En uiteraard nog 2 NAC-shirts heb ik meegenomen. Kan niet ontbreken.
Een beetje de promotie in 93, die ik te gek vind. Ik vind Diador ook een heel tof merk. Was dat met Arve Latsen? Dit was met Pierre van Oordonk en zo, en Lokhoff en zo. Vind ik een heel gaaf shirt. Echt zo'n 90s design. Ja. En dit vind ik de mooiste ooit, maar dit is echt jaren 80. Ja. Met dat oude embleem. Lekker nak op de voorkant alleen. Adidas denk ik toch, of niet? Dit is echt Adidas, ja. 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 Dan hadden ze nog geen sponsors. Loop je thuis wel eens een rondshoot? Of is dit echt allemaal in het museumpie? Ja, deze is een beetje te klein. Heel soms. Ik hang ze gewoon op. Ja. Okay. Dit is een beetje het vergezicht. Dit is waar het uiteindelijk heen moet gaan. Dit is een formidabele shirt van met name Napoli, wat mij betreft. Ja. Maar wij hebben de koppen even bij elkaar gestoken. Sjoerd heeft meegedaan. Ja. Al die mooie shirts die voorbij zijn gekomen de afgelopen maanden, is er één echte winnaar. En Thomas heeft ontzettend zijn best gedaan om het toch VOC te laten worden. Hebben we op het allerlaatste moment uiteindelijk hebben we hem kunnen overtuigen dat dat toch niet het mooiste shirt was. Ja. En we gaan niet hier bekendmaken wat het allermooiste is. Dat gaat Sjoerd doen namens ons bij de Oranje Zomer. Sjoerd, we sluiten af met aanraders van de week. De laatste ronde van ons seizoen. Ik ben benieuwd. Ja, nee, ik zat in de auto over na te denken, omdat Maarten over een aanrader begon. Dus ik zat een beetje in de hoek van de boeken en de documentaires en zo. En ik heb deze week ook op Twitter gezet, maar The Final op Netflix, hebben jullie al gezien? Nee. Hij is een documentaire over de EK-finale van 2021. Oh, ik heb hem wel gezien, sorry. Ik was daar ook voor de krant die dag. En dat was een dag na de lockdown eigenlijk. Hè? Dus Boris Johnson gooide toen in Londen alles weer open voor het eerst. Dat moet je vooral in Engeland doen. Mensen begonnen zich echt vanaf, ik heb het van dichtbij gezien, zeg maar, begonnen echt vanaf 10 uur 's ochtends zich helemaal de tering te zuipen. Ja. Maar echt. En dat is de aanrader. Ja, maar daar gaat die film dus over. Die film gaat erover dat, ze hebben namelijk één grote fout gemaakt. Die wedstrijd was pas om 8 uur. Waardoor die Engelsen met z'n 100.000 tegelijk gewoon van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de tijd hadden om zich helemaal kapot te zuipen. Deze dus ook. En dat leidde tot een totale chaos. Uiteindelijk werd ook het stadion bestormd door dronken gasten die per se naar binnen wilden en zo. En die film gaat eigenlijk over waar dat allemaal misging. En dat is echt bizar om te zien. Mooi. Het is, ik moet zeggen, dat ik ook wel een paar kritische kanttekeningen bij heb. Want er zijn een aantal dingen die best wel belangrijk zijn in het verhaal een beetje weggelaten, vind ik. Maar je krijgt wel. Nou, bijvoorbeeld dat Engelsen natuurlijk een ziekelijk alcoholprobleem hebben. Dat is natuurlijk, stel dat Nederland hetzelfde zou hebben, heb je natuurlijk ook dronken mensen. Maar in Engeland is het dat bier drinken zo gecultiveerd dat op het moment dat je dan dus weer mag gaan drinken na anderhalf jaar lockdown, worden ze echt obsessief gaan ze drinken. En dat is ook echt iets typisch Engels. Hè? Daar ga je niet met vrienden een biertje drinken. Dan ga je let's get pissed, zeggen ze daar. We gaan zo snel mogelijk proberen om zo dronken mogelijk te worden. En dat zie je dus. Ik weet ook nog zo goed dat ik de Wembley Park uitkwam lopen, het metrostation. En dan heb je Wembley Way. Dat is die weg die naar het stadion loopt. En daar was ik al vaker geweest, want voor cupfinals en zo is dat natuurlijk hetzelfde. Maar heel Engeland had bedacht, omdat de eerste finale was sinds 1966, we moeten daarbij zijn. Dus ook als je geen kaartje hebt, je moet daar zijn. Je moet in Londen zijn, je moet bij Wembley zijn. Dus ik kom die tube uit, of die metro uit, en het was al heel erg druk. En het was gewoon oorlogsgebied. Echt niet normaal. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het stond ten eerste helemaal vol met, ik denk echt tienduizenden mensen. En ik overdrijf niet, iedereen was ladder zat. En het was echt 4 uur 's middags pas, hè. Dus gasten hingen op de kop aan lantaarnpalen. Er werden fakkels in een aarsen gestoken. Er lagen gasten gewoon lang uit op de grond. En dat zie je ook allemaal. Daar heb je Johan Derksen problemen mee gehad. Ja, maar dat zie je allemaal. Dat zie je ook in die documentaire allemaal. Maar dat was niet normaal. Ja. Je moest je een weg banen tussen de dronken mensen door. Dat was echt ongekend. Maar die film mooi. Gaat daarover. Ja, ik kom met heel wat anders. Ik verveelde me weer op een avond toen dat ik thuis zat van de week. En toen ben ik begonnen aan een filmserie, Planet of the Apes. En ik had het nog nooit gekeken. En ik dacht eens een keer, ik zag het staan en ik vind apen. Ik ben natuurlijk groot fan van Bokito, dus ik dacht, één en één is twee. Een keer ontsnapt, dus misschien. Maar het zijn best leuke films.
Dus ik weet, op Disney heb ik al die films netjes afgekeken. En, hoe lang doe je daar dan over? In de dag of twee heb je alles gezien? Of ja, nou ja, twee dagen zijn vier films volgens mij. Die heb ik binnen drie dagen wel allemaal gezien. En ja, dat is best vermakelijk. Dus ik zou zeggen, als je ze nog niet hebt gezien. En het is nu volgens mij die nieuwe, die is nu net ook uit in de bioscoop. Die ga ik ook maar eens een keer kijken. Maar dat zijn leuke films, dus ik zou zeggen... Als je het echt niet meer weet deze zomer, ja, dan kan ik het zo oplossen. Je kan ook nee, je kan of naar Barcelona, of ja, je gaat... Ja, in een vliegtuig kan je plannen tot je even kijken. Ja, als je in Nederland wil blijven, Den Bosch. Ik ben de laatste weken, echt het einde van ons podcastseizoen zit eraan te komen, echt doodgegooid met de vraag... Fokker, welke boeken ga jij lezen deze vakantie? Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet waar, dat zeggen mensen altijd. Oh, ik krijg zoveel de vraag, maar ik vind het gewoon zelf leuk om te delen. Dus ik heb dit keer niet iets wat ik al gedaan heb, maar gewoon mijn boekenlijst, maar wat er meegaat op vakantie. Dus voor de mensen die denken, die Fokker leest goede boeken... Moet ik ook hebben. Dat is een biografie van Bruce Lee van Alex Bogers. Wij zijn Europa van Reinier van Landschoot. Dit wil je echt niet weten van Huib Modderkolk. Armoede uitgelegd aan mensen met geld van Tim Sjongers. De mens is een plofkip. De mens is een pikplof. En maar gewoon mijn standaardboek wat ik iedere zomer nog één keer opnieuw lees. Tuesdays with Morrie. Plofkip. Ja, absoluut. En vooral de mens is een kipplof. Die moet je... van Keun van de Teuken, weet je gewoon. die moet je hebben. Mooi opgelost. Ja, de documentaire van Stien. Stien. Was van de week op tv. Linda Hakenboom en... ik geloof, Rolf heet die meneer, waar ze achternaam ik even vergeten hebben dat gemaakt. Sowieso een goede artiest wat mij betreft. Een bijzondere meid. Het gaat heel erg over... Voor de schermen is zij een beetje de... Cool kid, alles onder controle. Het leven ziet er mooi uit, maar achter de schermen zie je in die documentaire blijkt het ook gewoon een wrak te zijn soms. En vooral helemaal overwhelmed door al dat applaus en al die mensen die het op de foto willen. En alle druk die erbij komt kijken. Volk dus dat hebben ze mooi. Ja, echt zwaar. En de bron, het gaat vaak over ze hebben hele moeilijke jeugd gehad. Dat is de bron van de mooie liedjes die ze maakt, maar ook vaak de bron van het ongeluk wat nu in het leven speelt. Dus dat hebben ze echt mooi gedaan. En omdat zomer is het om nog even één klein tipje. De podcastserie De Jongen Zonder Gisteren gaat over een jongen die hersenvliesontsteking krijgt. Hele slimme gozer, Harvard gestudeerd. Hersenvliesontsteking en vanaf dat moment is hij zijn geheugen kwijt. En heel langzaamaan, onder andere aan de hand van piano, is hij dat weer gaan herwinnen. Dus niet zijn oude geheugen, maar is allemaal nieuwe herinneringen gaan maken, nieuwe kennis op gaan doen. Dat is mega interessant. Dus een paar afleveringen heette De Jongen Zonder Gisteren. Dan heb je toch even twee tips voor de zomer. Dan gaan we echt naar huis met het liedje van de week, de laatste keer. Voordat we dat doen, gaan we even onze afspeellijst updaten. Core Podcast Elftal van de maand op Spotify. Kan je ook de zomer mee doorkomen. En Sjoerd, die van jou komt er zeker in. Dus vertel, we gaan naar luisteren. We gaan naar Oasis luisteren, live. In Knapworth, dat is een legendarisch concert uit 1996. Staat helemaal op Spotify. Hele album is helemaal te gek. Moet je zeker luisteren. Ik vond dat een beetje een link met voetbal moest hebben. Dus City tegen United. Ja. Dit is natuurlijk City stuff. En doe maar Champagne Supernova. Mooi man. Nice. Ja, veel dank voor je komst, Sjoerd. Het was super leuk. En lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Het hele seizoen lang. Tot volgend jaar. Terug naar de zomer. Tabé. Thanks. Hey, luisteraar. Heb je ook zo genoten van deze video? Like en abonneer dan op dit kanaal. En kijk alsjeblieft de volgende video. Oh,